Het is wel echt rustig. Moet je kijken hoe rustig. Kijk eens om je heen. Ja, weet je jongens, weet je wat het een beetje is? Nou, oma is vandaag jarig, dus we gaan niet naar school, we gaan naar Disney. Echt? Ja. Nee, het is echt. Ja. Ja. We gaan naar Disney. Nou ja, we rijden nu door. Al onze koffers liggen al achterin. Gaan we naar Disneyland Parijs? Ja, oma is jarig. Dus we rijden nu naar hier. We gaan nu naar Parijs. Disneyland Parijs! Ja? Landt het een beetje? We gaan doorrijden. We gaan nu. Ik heb een god naar Disneyland. Ja, kom. Nou, doe me snel om. Vinden we het wel leuk? Ja. Wat zeg je? Nee, het is een droom. Nee, we gaan nu. Het is geen droom. Gaan we in het echt? Nee. Willen jullie eigenlijk wel? Ja, ik wil mijn hele leven naar Disneyland. Maar ik heb een kasteel van Disneyland van Nijs. Al rond mijn plaatje. Wow, dat meen je niet. Dat ga je nu in het echt zien. Jongens. Ja. Gaan we er nachtjes slapen? We gaan er twee nachtjes slapen. Twee! En we slapen in het Toy Story Hotel. Oh. Toy Story Hotel! Yeah! We zijn oké. Lekker hoor. Dit gaat goed. We gaan naar Disneyland Valais. Ja, okay. En we moeten nog 58 minuten rijden. Nee, niet. Nu ga ruzie maken hoor. Nee, niet nu ga ruzie maken. Dat is mijn beltoon. Hoor, er starten allemaal andere geluiden. Maar ze willen terug naar de tijd. Ja, dat kan niet. Nog 58 minuten, Kiek. Ga je weer even naar achter zitten? Waarom? Omdat dit niet veilig is. Nee, wat is dit nou? Waarom? En met je rug tegen je stoel aan. Heel goed. High five. Eldin. Ik kan het niet filmen, want papa heeft even wat nodig. Dit? Nee. Ja, jeetje. Weet je hoeveel er in deze envelop zit? Pak even de parkeerkaart. Welke dan? Maar leg op de bed dan, bij de sjerp. Leg maar erbij. Niet op dit gaat blijven hangen. Jij deze even vast houden. Dat zijn de laatste. Dit doet ze normaal. Dit is wel driedubbel op, denk ik. Minnie Mouse heen. Ik kan ook die oren even afdoen. Zo. Minnie Mouse ziet er klaar. Zo. Dit maakt hem wel, ja. Deze nog op de deur hangen, als ze dan aankomt. Dan ziet ze het gewoon in één keer. Vindt het mooi? Hier, is wel. Dank jullie wel. Mag ik even een kusje? Moet ze erop maken. Hij is leuk. Hey, jongens. Hey. 60, hè? Op jou. 60, jong. Zo, maar wij zijn dus in Disney. Leuk, je kijkt naar deze video, hebben we nog helemaal niet gezegd. Want oma wordt 60 jaar. En we hadden gisteren al mooie hoedjes gekocht. Daar, en Luc. En Kiek, waar is jouw hoedje? Oh, ik vind het zo mooi. En vandaag hebben we de hele dag in het park. En we gaan extra vroeg, want we mogen een uur in het park in. Leuk. En we gaan nog een nachtje slapen. En we hebben ook nog een cadeautje voor oma. Ja, maar... de kamer mooi versierd. Maar... Je was ook heel moe. En dat is een sporttas. Ja, het is een sporttas, maar dat weten ze. Dat moeten ze niet zeggen, hè? Het is echt nog een verrassing. Maar ze ziet dit toch pas daarna, denk ik. Papa, kijk. Hebben we allemaal kleren aan? Ja. Jij bent helemaal goed ingepakt, zie ik. Kan je nog wel bewegen? Ze heeft een jas over een jas. Jij moet nog een jas aan. Jas. Kiek, jij ook nog. Kom gauw.
Maar mama, kunnen we vandaag nog een keertje naast de pannen lopen? Naast de pannen? Ja. Wat bedoel je? Met die we net, die we morgen hadden gezien. Naast de pannen? Ja. De olifantjes. Nee. Wat bedoel je, de parade? Met al die dansers? Tuurlijk. Yeah. Volgens mij is die zelfs meer keerden. Jullie moeten goed nadenken wat je met je centjes doet, hè? Ja. Maar jullie, maar dit doe ik echt. Die wil jullie ook al heel lang. Ja, ik snap heel goed waarom jij die wil. Ik snap heel goed dat ze deze willen. Deze willen ze echt al zo lang als dat wij Toy Story kijken, willen ze deze hebben. Ja, ik snap dit heel goed. Dan ga je. Hey. Ik word belaagd. Nog verder? Ja. Oké, nou laat mij maar doen. Dan moet het niet lukken. Tillen. Oh, oh. Zitten ook zijn voeten nog vast? Ik denk dat zijn voeten ook nog vast zitten. Nou gaat hij zo. Dan moet je zo doen. En dan gaat hij een spelletje doen. Echt? Ja, dan gaat. Dat is toch vet cool? Dit is hem, hè? Deze wilde Luc zo graag. Dan gaat hij zo. Ik denk zo, en dan ga ik op naar de sterren.
Daar voorbij. Hé, hey, waar is die van jou nou? Wat heb jij gekocht? Van mij. Waar is die? Dit had ik Oh, ze is schattig! Ja, hij is wel heel, heel mooi. Hij past helemaal bij jouw muts. Ja. Dit is een vriendinnetje. Isabel? Ja. Kijk. Is Lok. Slok door dat din. En ook een Piepo. Dat is echt heel cool. Want zij heet Piepo. Bo Piep. Ja. Maar zij heet Bo Piep. Ja, Bo Piep. Ik denk dat het een hele coole dag was. Zij heeft een naam en ze heet eigenlijk Sebesi. Oh, echt waar? Sebesi. Oké. Sebesi. Sebesi. Dus niet Bo Piep, maar het heet Sebesi. Niet Bo Piep. Heet deze Sebesi? Ja. Deze is van Lilo en Stitch, maar ik weet niet hoe deze heet. We gaan wel even opzoeken hoe die heet. Ik ben even vergeten wat haar naam was. Dan kan ook zo. Oeh, als je het slok nu door... Wat bedoel je zo? Maar het is wel een leuk verhaal, want we zijn hier echt al heel lang naar aan het zoeken, hè, Lucas? Nee. Want Woody en Jessie, die heb ik toen met veel gedoe en gehannes thuis of besteld. En Bullebeest. Nee, Bullebeest heeft Tanti nog meegenomen uit de Disney Store in Duitsland. Maar naar de echte bus zijn we heel lang op zoek geweest. Want ik heb helemaal uitgelopen mascara, omdat het zo heeft geregen en koud was. Maar ik vind het zo top dat hij hem nu heeft. Ik vind het zelf ook gewoon helemaal leuk. Ze mochten allemaal wat uitzoeken. En gewoon één mooi ding. En ik geloof dat het helemaal gelukt is. En het was echt een hele super toffe, toffe dag. Jullie kouden. Ik ga zo meteen even douchen. Dat we weer warmte krijgen. Maar dat was allemaal niet erg. Want we hadden gewoon een beetje sneeuw op het begin van de dag in Disney. Nou, dat is gewoon super tof. Maar we gaan wel zo omkleden en een tukje doen. We gaan hier nog één nachtje slapen. En morgen gaan we weer heel vroeg het park in. Want als wij om 8:30 het park in gaan, mogen alleen nog de hotelgasten het park in. En nog niet de mensen die alleen voor een dagje komen. Dus dat is super leuk. Dus het wat rustiger. Gaan we even alle mooie dingen pakken zonder wachtrij. Althans, met mijn wachtrij. Ja, ik ga jullie omkleden. Dat zijn er echt veel. Nou, Lucas die is naar de mountain achtbaan. Maar dat wilden wij niet. Dus wij zijn nu bij Eeyore. En dit is heel leuk. Dat is hem. En dat is die kostuum is echt lappen, maar hij is niet echt. En ik kan niet laten, maar omdat het zijn mensen. Ja, het zit erin. Ja. Het is eigenlijk gewoon een heel groot knuffeldier. Zo, ja. Net als jij. Ja. Maar wij vinden dat helemaal niet verkeerd, want we komen hele leuke dingen tegen. Ja, maar, we zagen zelfs nog een beer. Baloo. Baloo. Was uit Jungle Book. Ja. Maar wij hebben gedaan, ja. Toch? We hadden Baloo. En we zijn nu bij Eeyore. En eigenlijk wilden we nog ook Mickey Mouse spotten. En Minnie Mouse. En Goofy. Ah, Pluto. En hoe heet hij ook weer? Goofy. Ja, Goofy. Of de prinsessen. Ja. Dat kan ook. Dus eigenlijk dachten we, want het is nu gestopt met regen, het heeft net heel hard geregend. We gaan op zoek naar de rest van de hoe heet het? Poppen, dingen, hoe heet het? Disney figuren, dat wilde ik zeggen. Het is wel heel koud. Dus wij vermaken ons helemaal perfect. En zij lekker de achtbaan in. Moeten lekker ook gewoon met doen. Regen. Hey. Ja, maar ik denk dat het wel gestopt is nu met de regen. Want de rij was ietsje langer dan verwacht. Dus stond geloof ik 20 minuten. Maar toen werd het 45. En het regende best wel hard. Dus als zij in die achtbaan zaten met regen, denk ik niet echt dat je het heel erg... Dan heb je gewoon een douche. Een beetje alsof je de kerker erop hebt. Maar laten wij nog even zoeken naar Mickey Mouse dan. Als we nog wegkomen bij Eeyore, want dit is ook een hele dikke hit.
Ja, het is echt leuk. En we waren net in die Toy Story winkel. En ik ben echt oprecht aan het twijfelen of ik zelf nog die Lotso beer ga meenemen. Omdat we dan de Toy Story familie compleet hebben. Nee, en ik heb een soort van een zwak voor Toy Story figuren. Bijna. Omdat ik het vroeger gewoon helemaal te gek vind. Ik vind het zo tof dat ik met hen kan kijken. We hebben hem dan bijna. Alleen nog Slinky en de aardappelhoofden. Maar ja, maar ze hebben hier de aardappelhoofden niet. Maar wel Slinky. Ja, maar ik vind deze Slinky helemaal van plastic. En als we dan die Slinky willen erbij, dan wil ik eigenlijk die Slinky met die ijzeren springveer in het midden. En volgens mij kan je die alleen in Disney Florida kopen. Maar die vinden we ooit nog wel een keertje, dat weet ik zeker. Ja, die Lotso ken ik. Lotso. Maar Lotso ruikt ook echt naar aardbeien, echt heel vet. Dus heel net misschien dat ik die zo meteen ook ze hebben gewoon een aardbeigeurtje in zijn buik. Dat ik het zelf wel leuk vind. Maar die Minnie Mouse ook. Ik wil echt Mickey Mouse spotten. Ik wil ook een Mickey Mouse. Ik wil Minnie Mouse. Kom, let's go. Wat een Minnie ik leuker vind. Nou? De losse Minnie. Minnie Mouse? Ja. Het meisje Minnie Mouse? Ja. Ik zie dat jij die het leukste vindt. Ja, maar... Lijkt ook op jouw hoed. Ja. Zullen we zwaaien naar Ior? Doei, Ior. We zoeken een Mickey Mouse. Oh, en wachten totdat de rest natuurlijk van de achtbaan klaar is. Het is heel koud. Je bent nog suikerspin. Het sneeuwt in Disney. Langs Parijs. Dit is toch zo tof. Dit maakt het helemaal af. Het sneeuwt gewoon echt. Kiki, het sneeuwt. Ja. Ik voel mij wel mijn kind. Ja. Kijk eens naar de vloer. Ja, het blijft een beetje liggen. Dit is geen natte sneeuw! Oh, is het gestopt? Nee joh, het komt echt wel goed. Je voelt ook dat het heel koud is. Ja. Yeah. Ah, het is echt prachtig. Het is helemaal kerstversierd nu. Ik heb het echt heel koud. Ja, ik heb het ook echt heel koud. Zullen we kijken of we anders even een warme choco kunnen halen of zo? Ja. Laten we dat gaan doen. Ja. Ik heb suikerspin gegeten. Even ademhalen. Gaat het goed? Was dat een goed ritje? Ja, echt. Dit is een goede taxi wel, hè? Ja, echt. Kan je nu weer lopen? Nee. Yay! We zijn naar Slinky! We zijn in Slinky! Ja. We zijn in de rij van Slinky. Ja, we zijn in de rij. Waar is hij? Kijk maar. Hij gaat. Kom dat voor de eerste keer? Nee, ik vind het gewoon leuk. Vind je het leuk? Is dit voor je eerste keer? Ja. Nee, je bent al een keer geweest. Is dit de tweede keer? Ja, dat is de tweede keer. Gisteren we lachen? Ja. Ging je lachen? Ja. Oh,
zo ben je weer terug en ben je nog voor het donker in de winkel. We gaan ook de muur schilderen hier. Oh, de camera moet ook nog even wakker worden. Ja. Wij gaan vandaag inderdaad de muren schilderen hier. Want zoals je kan zien is het echt nog helemaal groen. En dat is mama's pop. Dat zijn mijn poppen, dat klopt. Want hier zat eerst de bodyshop in het pand. En aan de voorkant is de etalage van Kaki. Is echt heel mooi. Achter het doek kan ik het alvast voorbereiden. De lamp aandoen? Je wilt deze lampen aan? Ja, we moeten een beetje oppassen. Want als we de lamp hier achter aandoen, dan zien ze ons ook vanaf de etalage. En als wij de lampen... Zo, die kamer vindt het echt helemaal niet leuk. Kom, gaan we heel even hier staan. En als we de lampen uitlaten, dan zien ze ons niet vanaf de etalage. En dan kunnen we... Vind ik gewoon, ja, is gewoon niet zo netjes, toch? Maar daar gaan we vandaag mee aan de slag. Ik ben echt nog ontzettend moe, want Parijs was echt super tof. Het was wel een lange rit. Maar ja, weer kindje, lekker naar school. En ik heb mezelf dus de hele tijd verteld van, als we nog niet in Parijs zijn geweest, dan duurt het ook nog heel lang voordat de popstore opgaat. En toen opeens reden we terug zondagavond. En toen dacht ik opeens, ja, nu is Parijs geweest, Lot. Nu duurt het helemaal niet zo lang meer voordat die store opgaat. Jij hebt je kool aan. Dat ziet er heel mooi uit. En Kiki gaat mij vandaag helpen. Dus ik merk ook dat ik gewoon wil dat het nu gewoon geschilderd is. Want dan ben ik er wat rustiger onder. Want in mijn hoofd is dat gewoon een heel groot onderdeel. Is het ook natuurlijk in het echt. Ja, we gaan de muur schilderen. Kom, heeft er eentje zin in hoor. Dit is gewoon helemaal vol energie.